Yo, ik ben Rick. Welkom terug bij Rick Speelt Minecraft. Dus de vorige keer zijn we weer bezig geweest bij de oase. En dat was allemaal leuk en aardig. Iets is minder grote reactie gekregen van jullie dan dat ik verwacht had, maar maakt op zich niet zoveel uit. Maar goed, het is allemaal mooi en aardig. Ik heb het pad hier zo wat naar beneden gegooid. Want we moeten het uiteraard straks gaan verbinden met andere delen hier zo. Maar goed, dit is een soort van beginnetje voor ons, zeg maar. En is gewoon prima. Dus we hebben ook 30 levels, dus we gaan even wat enchanten. Maar ik wil je eerst even wat dingetjes vertellen. Er zijn een aantal dingen die gaande zijn op het moment. Dus als eerste, ik heb een nieuwe serie gestart. Feed the Beast, een nieuwe modpack. Super aardig, ik heb ondertussen ook een livestream ervan gedaan. Het staat allemaal op mijn kanaal. Ik zal de link naar de eerste aflevering in de beschrijving zetten. Als je het gemist hebt, dat je dat kan bekijken. Daarnaast gewoon wat, zeg maar, voor mij persoonlijk. Ik ben nu klaar met mijn examens, dus ik heb vakantie. Jullie niet, ha. Ja. Ik ga proberen de dagelijkse upload erin te houden. Wat ik normaal gesproken doe tijdens de vakantie. Dat heb ik nu dus weer. Ik heb nu vakantie, dus ik ga proberen de dagelijkse upload erin te houden. En dat zou wel gewoon goede resultaten moeten geven. Naast Feed the Beast Infinity wil ik ook nog wel een aantal andere series gaan starten. Daarvoor komt meer informatie later. Dat zullen we wel zien zodra die online gaan komen. En ik zal wel wat dingen zetten op Twitter. Dus als je daarvan op de hoogte wil blijven, volg me op Twitter. Link staat ook in de beschrijving. Zoals altijd. Maar goed, ik ga even naar beneden. Want ik heb je daar ook nog een aantal dingen te laten zien. En heb ik verder dan nog wat te vertellen? Volgens mij niet. Ik kan niet 1, 2, 3 op iets komen. Dus ik heb dit hier zo een beetje aan zitten pakken ditmaal. Hier stonden natuurlijk alle cobblestone chests eerst. Die heb ik een beetje verplaatst. Er is nu een trap hier. Dus dan kunnen we hier zo mooi doorlopen. Daarnaast heb ik hier zo een lamp onder gezet. Hier zo. Dus een beetje een creatieve manier van het verwerken van verlichting naar mijn idee. En dan komen we hier zo naar beneden. Heb ik hier een trap gemaakt. Met hier wat water. Ziet er op zich wel vet uit zo, denk ik. Want je kan vanaf hier zo kijken. Maar je kan ook vanaf deze kant hier zo kan je hier naar beneden kijken. Dus dat is allemaal leuk en aardig. En als we dan hier zo komen, dan kunnen we hier zo naar het ravijn in kijken, zeg maar. En dan kunnen we hier zo naar beneden wat bush. En dan kunnen we zo hier zo heen. Dus dat is wel leuk, denk ik. Gewoon weer de grot wat aan elkaar verbonden, zeg maar. Wat meer aan elkaar verbonden. En op deze manier, krijgen we steeds weer een stukje klaar, zeg maar. Dus dat is allemaal leuk en aardig. Dat is prima. Daar kunnen we wel mee leven, denk ik. Nou moeten we nog dingen hebben om hier in de muren te stoppen, zeg maar. Maar goed, daar komen we waarschijnlijk wel op. En dan wil ik je nog even wat vertellen over de zandbibliotheek. Oké, dus een tijd geleden al hebben we de bibliotheek hier zo weggehaald. Want daar willen we natuurlijk een nieuwe voor hebben. En toen bedacht ik me eens van, eigenlijk moeten we gewoon volledig opnieuw gaan beginnen. Dus we gaan dit deel hier zo gaan wij ook weghalen. En hier zijn we naar beneden. En dat gaat niet het enige worden, want we gaan ook een nieuwe locatie ervoor bedenken. Dit hier zo kan ook wel anders. Dus een beetje gepland, zeg maar. Tenminste, dit is gebouwd, zeg maar, nadat we dit hier zo hadden. Dit bovenste gedeelte. Dus dat kan ook allemaal beter. En misschien een betere manier van dat allemaal organiseren. Want het is een beetje vervelend om steeds. Projection protection. Oh nee, ik had wat nodig voor mijn. Voor mijn sword, weet je wel. Oh, is deze dan misschien? Nee, dit is. Weet je wel, dat is dan een beetje onhandig. En ik denk dat het een stukje compacter moet. En dan zeg maar de villagers zelf gewoon wat beter moet. Showen. Ze zat te denken: oké, waar gaan we dit dan doen? Ze zat te bedenken: daarbovenop is wel vet. Ja, want zie je, zodra we hierboven staan, dan hebben we wel een vrij groot vlakte, zeg maar, waar we wat mee kunnen. Maar toen bedacht ik me van, nee, dat gaan we niet doen. Want dat zou alleen nog maar verder weg zijn van alles wat wij tot nu toe gebouwd hebben. En iets wat ik, iets meer ga proberen te handelen in onze wereld, is dat we alles bij elkaar willen houden.
Om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk heen en weer hoeven te rennen. Dus toen ging ik bedenken, oké, waar gaan we het dan doen? Toen zat ik me te bedenken, oké, hier hebben we onze enderbasis, niet waar. En hier hebben we dit pad. Als we het nou gewoon ergens aan het pad gaan doen. Oké, dat is wel een leuk ideetje. Waarom dan niet hier? Dus ik denk dat we hem hier zo gaan bouwen. Ik weet natuurlijk nog niet hoe groot die gaat worden, want ik heb geen idee wat we uiteindelijk wel gaan bouwen. Maar ik denk dat dit een betere locatie is voor de bibliotheek dan waar die momenteel staat. Dan staat hij zeg maar los van die toren daar zo. Dat is wel wat mooi. Dan kunnen we een beter uitzicht erop krijgen. Een achtergrond bedoel ik. Weet je wel, met die heuvel daar. En dan zeg maar een beetje zo kijken. En dan weet je wel, stel we hadden deze bibliotheek nog wat naar voren willen doen. Dan had dat ook een probleem geworden. Dan hadden we dit natuurlijk wel kunnen weghalen. Die boompjes daar zo. Maar ik bedoel, als je ook weer dit probleem, dat dit ding hier staat. Dus ik denk dat het een goed idee is als we hem gewoon volledig gaan verplaatsen. Het is nou op zich niet zo vermoeid om dat laatste ook nog neer te halen. Wat ik niet ga doen totdat wij de nieuwe gebouwd hebben, zodat ik de villagers daar naartoe kan transporteren, weet je wel. Maar goed, ik wil graag jullie input daarover hebben. Of jullie dat een goed idee vinden. Waarom wel, waarom niet. Vooral waarom niet als je dat niet een goed idee vindt en waarom niet. En dan zal ik eens even kijken of een van jullie een goed punt maakt waardoor ik zoiets heb van oké, nou, dan gaan we het toch niet doen of dan gaan we het ergens anders doen, weet je wel. Op zich zou je ook nog hier zo kunnen of zo, als we hem wat kleiner zouden bouwen of hier zo bovenop. Kan dat? Kan het hier bovenop? Is dit een beetje een grote plek? Nou, matig, denk ik. Ja, maar goed, hè. Jullie hebben vast wel een mening hierover, dus laat me die weten. En dan, discussie of zo. Raad eens wat hier ontploft is. Ja. Oké, dan dus, wat gaan wij vandaag dan doen? Nou, wij gaan een mob spawner maken. En hier zo, om exact te zijn, naast de bulkopslag. Ik heb even uitgegraven... helemaal naar boven toe. Om te kijken waar we uit zouden komen. En we komen uit bij de... In de heuvel waar onze villa ingebouwd staat, weet je wel. En dat was de bedoeling, want daar wou ik hem ook hebben. Dus dat is allemaal goed en aardig. Dus ik heb even een mobspanner zeg maar, gebaseerd op het idee van... die we daar zo hebben bij de enderbasis. Maar dan ietsjes anders. Want hier hebben wij niet de hoogte. Ik wil niet hoger komen dan dit hier zo, zeg maar. Zodat we niet hier een enorme toren hebben staan. Want dat vind ik gewoon lelijk. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb zeg maar levels aan de zijkanten bijgebouwd. Om ervoor te zorgen dat het weer breder wordt, maar minder hoog. Dus dat is het idee. We zitten hier op level 81. En hier beneden zitten we op 28, geloof ik, uit mijn hoofd. Dus dat zorgt voor een blok of 50... hier 28. Ongeveer 50 blokken aan ruimte om mee te werken. En dat is op zich wel prima te doen, denk ik. Dus ik heb... wat is dat dan weer voor code? Nou, het zal wel. Ik heb daar dus 24 bij opgeteld. En dan komen we op 52 uit. Want 24 blokken, dat is de minimale hoogte die ervoor zorgt dat mobs doodgaan, zeg maar. Als ze daar dat vallen. En onszelf dus ook. Dus 52, dat is dus hier zo. En ik wil hem nog wel 2 naar achter doen. Dus dat lijkt me ook wel een goed idee, dat we dat dan gewoon ook even uitgraven. Laten we dat eerst dan even doen. Maar goed, ja, ik zal je wel even... zullen we anders even naar... Nee, we gaan niet naar de creative wereld, maar... Ja, het is op zich vrij makkelijk ontwerp. Niet te moeilijk, weet je wel. Maar wel gewoon... Oh. Niet daar. Jij. het werkt wel gewoon, denk ik. Ik heb getest met heel veel mobs er gewoon in te zetten. Dat werkte gewoon prima. Alle mobs konden gewoon erin vallen, zeg maar. Of in het middelste gat. En dat is hier zo. En dat is dus precies de bedoeling. Hopsa. Dus ik zal wel vast een beginnetje gaan maken dan, denk ik. En dan zal ik je zo wel even laten zien wat het ontwerp is en dat soort dingen. Oké, dan dus we zijn hier een klein tijdje verder en ik denk dat we
ja, iets hebben wat we kunnen laten zien, zeg maar. Dus dit zijn verschillende spawn pads die we hier zo hebben. Hier in het midden, waar nu de torch staat, daar wil ik een hashlab hebben. Maar die heb ik niet bij me, dus die kan ik niet op het moment plaatsen. Wat er dus gaat gebeuren, is er gaan hier allemaal zombies en creepers en skeletons spannen. Niet endermans, want we gaan hier twee hoog spawn pads van maken. Dus zeg maar, dan kunnen ze... Die kunnen geen endermen spannen, want die zijn niet... Ja, die zijn te lang daarvoor. Die zijn natuurlijk 3 blokken hoog en de rest 2. En die halfslap in het midden zorgt ervoor dat er geen spinnen kunnen spannen. Dus dat zorgt er dan ook weer voor dat we die niet hoeven mee te nemen. Dat we maar gewoon dat een één breed stroompje groot genoeg is. Elke stroom die gaat zo precies zo hotsa, hier zo naar beneden en in dit gat hier zo. Ik moet even enderpearls hebben. Ja, dank je. En dan op deze manier... Oh. Zou het gewoon wel moeten lukken, denk ik. Ik denk dat we hem eentje hoger moeten. Want zombies kunnen nu gewoon zo hot weer erop gaan, zeg maar. Maar goed, dat is voor straks, zeg maar. Ik wil nu eerst, zeg maar, alle andere pads klaar hebben. Want dit is natuurlijk, zeg maar, één hoek, om het zo maar even te zeggen. Dus we gaan hem zo nog dupliceren aan die kant. Dus er gaan nog 2 bij... Eerst zo 2 en daarna zo 4. En dat is dan 1/2. Die gaan we dan ook nog aan die kant bouwen. En dat gaat dan helemaal naar boven tot aan de surface, zeg maar. Wat nog wel een eentje. Wow, dat is nog wel een eentje. Dus dat is op zich wel positief. Dan hebben we gewoon wel een hoop spanning pad, zeg maar. En dan, dan zou het moeten werken. Althans, dat is de bedoeling dan. Maar het is wel een klein beetje een klerenwerk. Want je moet natuurlijk alles zo uitgraven. En och man. Ja, we gaan hier een hoop steen aan overhouden. Ik heb de speedbeacon omgevormd in een haste 2 beacon. Want anders had dit echt gewoon niet te doen geweest. Maar goed, ja. We bouwen alles uit deze stone bricks. Zodat als we nog bezig zijn ergens in de grot of zo. En we komen ooit eens dit ding tegen dat we weten dat het hier zit, zeg maar. En dat we niet per ongeluk dingen hier van stuk gaan maken. Want dat zouden we niet moeten hebben. En dat zou dan heel veel water kunnen naar beneden kunnen lekken en zo. Dat is gewoon dingen die we niet willen hebben. Maar goed, op deze manier, dan zou het moeten lukken. En dan hebben we gewoon een mooie mob spawn hier zo boven. hier zo in de... spawn area, om het zo maar even te zeggen. Ja. Woorden en zo. Zinnen maken. Ja, dat is moeilijk. Maar goed. Dat is plan. Dus ik denk dat het wel moet werken op zich. Ik heb het niet uitgebreid getest. Wel gewoon een beetje. Van de testen die ik gedaan heb, werkte het gewoon prima. Dus laten we hopen dat het gewoon prima gaat werken. Maar goed, ik ga dit even verder bouwen. Want dit wil je natuurlijk niet allemaal zien. Dat lijkt mij, lijkt mij wel logisch op zich. En dan zie ik je gewoon zo, denk ik. Ha, kijk eens aan. We hebben nu de helft ongeveer klaar. De helft van de eerste lagen. Dat je dat even weet. Man, het is echt ontiegelijk saai. Dus ik dacht, misschien is het wel even een leuk idee als jullie mijn saaiheid delen. Hoor je hand buiten? Ah, leuk hè. Nee, grapje. Ik kijk South Park terwijl ik dit aan het doen ben. Dus het is helemaal niet zo erg. Ik lach me dood om dat ding. Om de show. Dat is het meer. Maar goed, ja. Dat is dit. Ik ga nog wel even door, denk ik. Want het is nog lang niet klaar, zoals je wel kan zien. En we krijgen er echt ook een hele hoop steen van. Dat is zeker. Maar goed, we gebruiken er ook wel een hoop weer van. Dus dat is op zich... Het is op zich niet zo erg, maar... Had toch leuk geweest als we iets meer hadden kunnen dumpen ergens. Maar goed. Dat is handig. We hebben een bulkopslag. Nou. Oké, het spijt me. Zal ik niet meer doen. Dan. Maar goed, ik ga nog wel even verder. Want dit wordt een beetje awkward. En dan, ga ik nog even door. En dan maak ik nog wel wat progress, denk ik. Oké, dan. Oh! Wauw, dat was niet handig. Maar goed, ik ben hier even boven, want ik was even aan het slapen.
We hebben namelijk een gat. Oh, nee, niet alweer. Niet alweer. Niet alweer, dank je. We hebben een gat gevonden in de mobspawn. Nou ja, ik heb een gat gevonden. Want we komen hier zo de heuvel uit. Nou, niet hier zo. Maar echt hier zo binnen. Dus dat valt wel mee op zich. Het is te overzien. Het is hier zo in. Dus we zullen een stukje hiervan gaan missen uiteindelijk. We zullen het waarschijnlijk moeten gaan opvullen. Maar op zich is niet zo erg, denk ik. Maar goed. De eerste laag is af. Dit is hoe het eruit ziet. Ik denk op zich wel dat het goed is zo. En ik ga ook wel gewoon een extra laag erop zetten. Dus dat is gewoon allemaal aardig en prima. En dan, wat ik dan denk ik ga doen. Is. Wacht even, ik moet even denken. dit hier zo. Deze hele rand, muur. Gebeuren ga ik helemaal uitgraven. En in stone bricks gooien. Helemaal naar boven. Zodat we dat alvast gedaan hebben. Dan weten we zeg maar de boundaries die we hebben in dit systeem. In de mob system, weet je wel. En dan hebben we die vast. En dan kunnen we vanaf daar kunnen we gewoon binnenin gaan werken aan de laatste spawning spaces, zeg maar. En dan hebben we hem gewoon af, denk ik. Ja, het is op zich. Het is een grindy project. Maar goed, ik wist dat het zoiets ging zijn. Daarom had ik het voor een tijdje gewoon even uitgesteld, zeg maar. Maar ik wil hem wel hebben, zeg maar, hier zo. Dus ik denk dat het een goed idee is als we het gewoon, als we het af hebben. Ik weet niet of we het vandaag gaan halen, maar wel gewoon binnenkort, weet je wel. Oké, dus ik heb je mijn plan verteld wat ik ga doen. Ik wil je ook nog even mededelen dat ik weer overgestapt ben naar de steak terug van de vis. De vis werd vervelend, want je moest echt de hele tijd blijven eten. Het was gewoon niet praktisch. Dus toen dacht ik, oké, nou dan gaan we gewoon weer steak pakken. Ik heb echt nog iets van 18 stacks aan vis over. Als het niet 20 is of zo. Gekookt dan. En dan zit er nog een hele dubbel chest vol met vis bij de Guardian Farm. Als dat ook niet meer is. De hele dubbel chest zit vol. En dan heb ik nog twee chesten met onorganiseerde zooi. Dus er zit prismarine in, maar ook gewoon normaal vis. Dus ik denk dat we nog een hele hoop hebben. Dat is een beetje jammer. Maar goed. Ja. Dat is. Oh, ik bedenk me nou opeens. Dit is wel ook een beetje anders dan het andere systeem. Omdat bij het systeem wat we bij de enderbasis hebben, is op elk level is een nieuwe laag met water, zeg maar. Weet je wel hoe we nu water hebben? Dan hebben we hier de spanning spaces. Wat wij gaan doen is, wij gaan hierboven gewoon nog meer spanning spaces maken zo. En dan op deze manier hebben we gewoon, weet je wel, laag op laag op laag op laag. Bij de andere zouden we dan nu zeg maar eerst weer dit watersysteem installeren en dan dit weer. Dat wil ik hierbij niet doen. Want het is nogal een aardig dik gedeelte met water wat we hier zo hebben. Als we dat opnieuw zouden moeten installeren, dan zouden we echt gewoon veel te veel spanning spaces kwijtraken, naar mijn idee. Dat het gewoon niet meer werkt. Of nou ja, niet meer goed werkt. Dus nu gaan we gewoon alles hier zo in verzamelen. Ik ben benieuwd of het gaat werken. Zo niet, dan kunnen we het altijd nog veranderen uiteraard. Het is op zich makkelijk neer te halen als we dat eenmaal gedaan. Nou, misschien niet met alle mobs erin. Nou ja, in ieder geval, dat zien we dan wel. Dat is dan een brug die we dan over moeten. En op zich is het ook niet zo erg als die niet zo efficiënt is. Aangezien, weet je, we hebben er dan twee, weet je wel. Oh. Ik denk dat we. En we hebben op zich ook al wel een aardige hoeveelheid van alles. Dus het zou niet zo erg moeten zijn. Maar goed, je weet maar nooit. Oké. Ja, dat is alles. Dus ik ga nog wel een beetje verder werken. En dan zien we zo wel hoe ver we komen. Oké, dus ik ben hier zo aan het graven. En dat is allemaal prima en aardig. En toen kwam ik deze pumpkins hier zo tegen. En toen dacht ik, wacht, wat? Dat had ik niet verwacht. Dus ik ging verder onderzoeken waar we uitgekomen waren. En kijk eens hiernaar. We zitten in onze opslagruimte. Dus we zijn een mob farm aan het bouwen onder onze opslagruimte. Dat kan alleen maar fout gaan. maar goed. Ik zat zo te overwegen van, gaan we hem nou nog wel hier houden? Want weet je, als we hier dus in onze opslagruimte zitten, met al die mobs hieronder, is niet zo handig. Maar, twee dingen daarop.
we zullen waarschijnlijk wel gewoon hier zo zijn als we... als de meeste mobs hier al gespawnd zijn. Wat dus betekent dat de meeste al ervan af zullen lopen in de watergrachten. En op dat punt zullen ze dus al een stuk naar beneden zijn, waardoor ze zachter klinken. En dan verdwijnen ze vanzelf, weet je wel. En omdat ze dan zo dichtbij zijn, zullen er geen nieuwe spawnen. Daarnaast heb ik eigenlijk altijd mijn hostile creatures gewoon uitstaan. Wat heel gevaarlijk is, maar ja, dat heb ik gewoon altijd vanwege de Ender Farm die ik nooit gebruik. Dus ja, dat is wel een goed overtuigende reden, denk ik. Maar goed, ik ga er altijd naartoe en dan vergeet ik mijn geluid weer aan te zetten. En ja, daarom heb ik het nooit aanstaan. Maar goed, ik denk dat het op zich niet zo'n groot punt gaat worden. En anders, ja, dan heb ik een probleempje. Dan moeten we misschien toch maar eens gaan kijken naar een ander plekje voor de... voor de opslagruimte of weet ik veel wat. Ja, dat moeten we dan ter plekke maar gaan verzinnen wat we ermee gaan doen. Maar goed, ik denk op zich niet dat het zo'n groot probleem gaat worden. We gaan het hierbij houden qua hoogte. Ik ga het gewoon hier zo afsluiten en dan nog eentje naar beneden voor de mobcap, zeg maar. Hotza. En dan denk ik dat we... Dan hebben we 4 lagen of zo en dat is wel genoeg, denk ik. En met de hoeveelheid spawning spaces die we hebben... Denk dat wel goed is zo. Oké, dan dus. We zijn aardig onderweg hier, zoals je wel kan zien. En het gaat allemaal aardig. Ik heb hier en daar al wat mobs voorbij zien komen. Het werkt, dus dat is fijn. Momenteel hebben we hier beneden natuurlijk nog niks klaarstaan om alles op te vangen. Maar dat maakt niet uit, dat komt er nog wel. Ze gaan op het moment allemaal dood, dus het is niet zo'n big deal, zeg maar. Maar goed, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zal het wel af gaan maken tussen deze aflevering en de volgende waarschijnlijk. En dan is die meteen af. Boom, bats, klaar, weet je wel. We hoeven nog maar 1 laag te gaan en dan het plafond erop. Ook van stone bricks, gewoon voor dezelfde reden als dat het hele ding uit stone bricks is. En dan zijn we gewoon klaar. En dan is het gewoon allemaal aardig en prima, denk ik. Dus nogmaals bedankt voor het kijken en dan zie ik je de volgende keer weer terug bij Rick Speelt Minecraft. Later.